Welkom bij Esther Yoga. Maak je klaar voor Yoga Nidra. Ga liggen op je rug en zorg dat je zo prettig mogelijk ligt. Laat je voeten iets uit elkaar en laat ze een beetje naar buiten vallen. De armen iets van het lichaam af. Met de handpalmen omhoog gekeerd. Leg je deken goed. Zorg dat je kleren goed zitten. En dat je houding in orde is. Zodat je yoga nidra kunt doen zonder te bewegen en zonder lichamelijk ongemak. Doe je ogen dicht en houd ze dicht. De oefening van Yoga Nidra is een kwestie van luisteren en van voelen. Dat zijn de enige factoren die van belang zijn. In Yoga Nidra functioneer je op het niveau van gewaarzijn en het niveau van luisteren. In dromen ben je niet de baas. In Yoga Nidra ben jij de schepper van je droom. Zeg in gedachten tegen jezelf. Ik zal niet in slaap vallen. Ik moet alleen maar luisteren naar de stem. Herhaal maar voor jezelf. Ik zal niet in slaap vallen. Geef jezelf enige tijd om kalm en rustig te worden. Haal diep adem en voel, terwijl je inademt, de kalmte zich door je hele lichaam verspreiden. Zeg in gedachten tegen jezelf, terwijl je uitademt. Ontspan. Word je bewust van de geluiden in de verte. Word je bewust van de geluiden zo ver weg als je maar kunt horen. Laat je gehoororgaan werken als een radarstraal, die verre geluiden opspoort en ze volgt voor enkele seconden. Verplaats je aandacht van geluid naar geluid. Zonder te proberen de bron te achterhalen. Breng je aandacht geleidelijk naar geluiden dichterbij. Geluiden buiten het gebouw en dan naar geluiden binnen in het gebouw.
word je dan nu bewust van de ruimte waarin je ligt. Visualiseer zonder je ogen open te doen de wanden, het plafond, de vloer, je lichaam liggend op de vloer. Zie je lichaam op de vloer liggen. Word je bewust van het bestaan van je fysieke lichaam, liggend op de vloer. Volledig gewaar zijn van je lichaam, volmaakt stilliggend. Blijf naar mij luisteren en weet dat je aan het ademen bent. De yoga nidra oefening begint nu. Zeg in gedachten tegen jezelf: ik ga yoga nidra doen. Ik zal niet in slaap vallen. Ik zal niet in slaap vallen. Ik ga yoga nidra doen. Nu is het tijd om je besluit te nemen. Je besluit is een voornemen of een intentie. Je zou het ook een hartewens kunnen noemen. Wat helpt jou op dit moment in je leven? Houd het kort, positief en behulpzaam en in het nu. Een eenvoudig besluit. Een eenvoudig besluit. Noem duidelijk je besluit met gevoel en waar zijn. 3 maal. Ga met je bewustzijn rond door de verschillende centra van je lichaam, zo snel mogelijk. Het gewaarzijn moet van punt naar punt springen. Herhaal in gedachten de naam van elk deel na mij en word je tegelijkertijd bewust van dat deel. De oefening begint met de rechterhand. Word je bewust van je duim van de rechterhand, de wijsvinger, middelvinger, ringvinger, pink, palm van de hand, rug van de hand, pols, onderarm, elleboog, bovenarm, schouder, oksel, taille, heup, rechterdij, knie, kuit, enkel, hiel, voetzool, bovenkant van de voet,
rechter grote teen, tweede teen, derde teen, vierde teen, kleine teen. Duim van de linkerhand, wijsvinger, middelvinger, ringvinger, pink, palm van de hand, rug van de hand, pols, onderarm, elleboog, bovenarm, schouder, oksel, taille, heup, linkerdij, knie, kuit, enkel, hiel, voetzool, bovenkant van de voet, linker grote teen, tweede teen, derde teen, vierde teen, kleine teen. Rechterschouder, linkerschouder, rechterschouderblad, linkerschouderblad, rechterbil, linkerbil, wervelkolom, de hele rug tezamen. Bovenkant van je hoofd, voorhoofd, de rechter wenkbrauw, de linker wenkbrauw, het wenkbrauwcentrum, rechter ooglid, linker ooglid, rechter oog, linker oog, rechter oor, linker oor, rechter wang, linker wang, neus, punt van je neus, rechter neusgat, linker neusgat, bovenlip, onderlip, kin, kaak, keel, rechter sleutelbeen, linker sleutelbeen, rechterhelft van de borst, linkerhelft van de borst, borstbeen in het midden, navel, buik, onderbuik, het hele rechterbeen, het hele linkerbeen, beide benen tezamen. De hele rechterarm, de hele linkerarm, beide armen tezamen. De hele rug, de hele voorzijde, het hele hoofd, tezamen, benen, armen, rug, voorzijde, hoofd, samen. Het hele lichaam tezamen. Het hele lichaam tezamen. Het hele lichaam tezamen. Ontwikkel een gewaarzijn van het lichaam als één geheel. En word je bewust van de ruimte die het lichaam inneemt. Word je bewust van het lichaam en van de ruimte die je lichaam inneemt. Lichaam en ruimte.
Word je bewust van het hele lichaam en de vloer. Het hele lichaam ten opzichte van de vloer. En word je tegelijkertijd bewust van de raakpunten van het lichaam en de vloer. Dit zijn hele subtiele fysieke punten tussen lichaam en vloer. Voel de raakpunten van je achterhoofd met de vloer. Van de schouderbladen met de vloer, de ellebogen en de vloer, de rug van je handen en de vloer, de billen en de vloer, de kuiten en de vloer, de hielen en de vloer. Waar zijn van alle raakpunten tussen lichaam en vloer? Het gevoel van alle punten tegelijk, gelijkmatig. Ga door met het voelen van deze punten, helder en duidelijk. Val niet in slaap. Ga door. Verleg nu je aandacht naar de oogleden. Voel de smalle raaklijn tussen de onderste en de bovenste oogleden. Voel precies de punten waar ze elkaar raken. Maak dat gewaarzijn sterker tussen de oogleden. En dan de lippen. Concentreer je aandacht op de lijn tussen de lippen. De ruimte tussen de lippen. Van de lippen gaan we naar de adem. Breng je aandacht naar het natuurlijke in- en uitgaan van de adem. Voel de adem bewegen langs het kanaal tussen navel en de keel. Bij het inademen stijgt hij op van de navel naar de keel. Bij het uitademen daalt hij neer van de keel terug naar de navel. Ben je volledig bewust van de ademhaling? Van navel naar keel. Van keel naar navel.
Probeer niet de adem te forceren, alleen maar gewaar zijn. Houd je gewaarzijn vast en begin tegelijkertijd je adembewegingen te tellen. Terug uit, als volgt. Ik adem in, 54. Ik adem uit, 54. Ik adem in, 53. Ik adem uit, 53. Ik adem in, 52. Ik adem uit, 52. Ga zo door van 54 tot 1. Tel in gedachten bij jezelf, terwijl je het stijgen en dalen van je adem volgt, van navel tot keel en weer terug. Volledig gewaar zijn van de adem en van het tellen. Ademhaling is langzaam en ontspannen. Ga maar door met tellen. Tel maar los en concentreer je op de ruimte voor je gesloten ogen. De ruimte die we Siddhakasha noemen. Verbeeld je een doorzichtig scherm voor je, waardoorheen je een oneindige ruimte kan zien. Een ruimte die zich zo ver uitstrekt als de ogen kunnen zien. Concentreer je op deze donkere ruimte en word je bewust van alle verschijnselen die zich daarin afspelen. Alles wat je ziet is de zich manifesterende staat van je geest.
door met het gewaarzijn van deze ruimte, maar raak er niet bij betrokken. Alleen maar gewaarzijn, zonder betrokkenheid. Stel je voor dat je langs een verlaten weg loopt, op een warme dag. Naast de weg is een hoge muur en in de muur een deurtje. Je gaat door dat deurtje en je vindt daarbinnen een tuin. Vogels zingen, mooie bloemen, koele, schaduwrijke bomen. Kent de tuin en komt bij een put met vlinders die dansen rond de rand. Kijk in de put. Hij is heel diep. Een cilindrische tunnel die tot in de uiterste duisternis boort. Een wendeltrap draait rond de muren. Je begint naar beneden te lopen. In de muren zitten gepolijste stenen, gele en witte marmerstenen, smaragdgroene serpentijnstenen. Kijk naar boven en zie de cirkel van licht aan de bovenrand van de put. Holen in de muren hoor je de geluiden van beestjes. Gepiep en ritselende geluiden. Nu ben je geheel omgeven door de duisternis. Op gevoel vind je je weg langs de muren. Grote groene ogen staren naar je en gaan dan dicht. Er is vleugelgeklapper en gekras van een uil. Je gaat door een wolk van lichtgevende insecten. Helemaal doorzichtig. Je bent erdoor omgeven, maar geen één raakt je ooit. De muren zijn vochtig en bemost. En er is zwak licht beneden. Je bereikt de bodem, je rent door een tunnel en je komt uit op een gouden strand. Een gouden strand aan de kust van een oneindige oceaan van vrede en gelukzaligheid. Op het water ligt een grote witte lotusbloem zachtjes te wiegen op de golven. Op de bloem ligt een baby en die baby ben jij. Voel jezelf zoals die baby die zachtjes wiegt op de wateren van de oneindige oceaan.
gewaarzijn terug naar Chidakasha. Breng je gewaarzijn naar de donkere ruimte die je voor je gesloten ogen ziet. Eigenlijk kan deze ruimte ook worden gevisualiseerd voor je voorhoofd. Dus als je dit een beetje wilt uitproberen, kun je je blik een beetje naar boven verleggen. Maar span je niet in. Kijk naar de duisternis die je ziet. Heel zorgvuldig. Zonder gehechtheid. Raak er niet bij betrokken. Laat je geest maar rusten in deze warme, vriendelijke duisternis. En als er subtiele verschijnselen tevoorschijn komen, bijvoorbeeld kleuren of vormen, neem deze dan eenvoudig voor kennis aan en ga door met je gewaarzijn. Als er gedachten opkomen, laat ze komen en gaan, maar ga door met te kijken naar de donkere ruimte. Ga door met dit waarnemen zonder betrokkenheid. Het besluit. Herinner je je besluit, je hartewens. Herhaal hetzelfde besluit dat je nam aan het begin van de oefening met dezelfde woorden en met dezelfde instelling. Herhaal je besluit nu 3 maal, duidelijk, met gevoel en overtuiging. Word je bewust van je adem. Word je bewust van je natuurlijke adem. Gewaarzijn van de adem en gewaarzijn van ontspanning. Word je bewust van je fysieke bestaan. Word je bewust van je armen en benen en je lichaam dat op de grond ligt uitgestrekt. Word je bewust van de raakpunten tussen je lichaam en de vloer.
je bewust van de ruimte, de muren, het plafond, geluiden in de ruimte en geluiden buiten. Breng je aandacht naar buiten. Word helemaal naar buiten gericht. Blijf nog een moment stil liggen en houd je ogen dicht. Begin je lichaam langzaam te bewegen en rek je uit. Neem er de tijd voor, haast je niet. Wanneer je zeker weet dat je goed wakker bent, ga dan langzaam zitten en doe je ogen open. De yoga nidra oefening is nu klaar. Hari Om Tat Sat.